Het belooft een bijzondere avond te worden. Want aan de ene kant hebben wij de realitysterren Harry en Lisbeth. En aan de andere kant Boer Ayoub en rapper Sjaak. Welkom bij een speciale editie van het leukste taalspelletje van Nederland. De vrienden van Lingo! In deze speciale editie van Vrienden van Lingo wordt gespeeld om deze felbegeerde, prachtige... deze beker wordt omgespeeld. En iedereen wil natuurlijk winnen. En we spelen dus ook niet voor euro's vandaag, maar we spelen om punten. En uiteindelijk komt er een eindklassement. En degene die daar het hoogst eindigt, mag deze mee naar huis nemen. En natuurlijk de levenslange eer. Lisbeth, jij mag vanavond beginnen. Nou, mij de eer. Hoe zit jij in de 5-6 letterwoorden? Ja, goed. Ja? Ja, ik heb ook goed geoefend. Appeltje eitje. Ja, toch? Ja. Jawel. Het eerste 5-letterwoord is hier voor jou. Succes. Foute. F-O-U-T-E. Dat ben ik, hè? Ja, jij bent. Fruit. F-R-U-I-T. Focus. Focus. F-O-C-U-T. Focus. Focus. Even je laatste letter, Lisbeth. S. Focus. Ja, dat verstond ik ook al. Hè? Een S. Feest. F-E-E-S-T. Zou het? Ja hoor! Ja, lekker. De eerste 25 punten van vanavond gaan naar Harry en Lisbeth. En zij mogen naar het puzzelwoord gaan kijken. Lisbeth, pak een bal. Kijk uit voor je nagels. Daar klinkt het bij. De I. Ja, hij mag in de la. Ja, ja. Harry, je mag ook een bal pakken. Groen. Groen. Prikken. Ah. Harry de Dekkings, je mag doorspelen aan het volgende 5-letterwoord. Ja, toch? Merel. M-E-R-E-L. Meten. M-E-E-T-E. Dat is, zo spelde je dat voor 1935. Dat weet jij nog goed. Mijn tijd. Oh. Maar dan wordt afgekeurd en mag Ayoub voor het eerst in actie komen. Meter. M-E- je krijgt eerst een letter. Oh, ik krijg eerst een letter. Oké. Nee, ik ga gewoon spelen. Meter. M-E-T-E-R. Heel goed. Als je het niet weet, dan maar iets anders spellen. Gewoon spelen. Meet ik, ja. Harry, we zijn terug bij jou. Je krijgt er ook een letter bij. Medisch. Midden. Was het op tijd, je punt? Nee, niet op tijd. Oh, was niet op tijd. Ayoub, we zoeken nog één letter. Oh. Medic. M-E-D-I-C. Nou, dat zou een goed woord zijn als we in Amerika dit spel zouden spelen, maar in het Nederlands helaas niet. Oké, jammer. Dan gaan we weer terug naar de andere kant. Letters gaan we niet meer uitdelen, maar Lisbeth. Medi. M-E-D-I-E. Wat is een medi? Ja, weet ik niet. Medisch. Medi. Nee, dat bestaat niet. Maar je bent niet aan de beurt, want Sjaak is aan de beurt. Media. M-E-D-I-A. Media. Zou het? Ja! Jullie ook de eerste 25 punten binnen, jongens. Ja, lekker, man. Ja, toch gelukt. Je mag een bal pakken. Grayson is. Ja, man. It's a rapa. Goud. Goud. I. Hey. Een groene bal. 10 punten erbij voor Ayoub en Sjaak. En Ayoub mag nog een bal pakken. Ja. Nou, wow. Kijk niet, hè? Jullie zien het, hè? Ja, we zien het. We zien het helemaal. Hoeveel groene zitten er nog in? Nul. Geen rode pakken. Maar, we zijn daar dan vanaf. Oké. Ja, voor dit puzzelwoord ben je van 1 rode af. Er zit er ook nog 1 in. En als je puzzelwoord raadt, krijg je weer 2 nieuwe rode, maar geen nieuwe groene. Ah. Broer, ik begreep niet wat je zei, maar oké. Okay. Oké, iets snel. Vanwege de rode bal gaat de beurt naar Harry voor het volgende 5-letterwoord.
Paarden. Paard. P-A-A-R-D. Ja! Ja! Kijk, hem eens even gaan. Ze noemen niet voor niks de hengst, hè? Hey. Oh, hij is mooi. De cirkel is rond. Jullie mogen het puzzelwoord gaan spelen. Harry, je mag eens eerst een bal pakken. P. Dank je. Ja? Nee, Lisbeth, jij maar. Oh. C. Ja, de C. Jij? Mag ik weer een? Ja. Nee, nee, je had het woord moeten raden, maar dat is niet gebeurd. Dus Lisbeth, jij mag doorspelen. Oh. En we gaan naar 6 letterwoorden vanaf nu. Oeh. En ik heb me laten vertellen dat je daar extra goed in bent. Ja. Wagens. W-A-G-E-N-S. Nee, Harry is. Harry. Watten. Watten. W-A-T-T-E-N. Wonen. Wonen. W-O-O-N-E-N. Ja, dat is weer die klassieke spelling, Lisbeth. het is 2022, hè? Oh, mijn god. Ajoep, je krijgt er een letter bij. Misschien helpt dat. Winnen. V-I-N-N-E-N. Winter. W-I-N-T-E-R. Oeh. Winkel. Nee? Jawel. Ja. W-I-N-K-E-L. Winkel is er niet, dus voor een 6e beurt gaan we over naar Lisbeth en Harry. Oh. Jullie mogen nu extra goed overleggen. Harry, zeg het maar. Windje. W-I-N-D-E-E. Een windje is goed. Dat is verraden worden. Een windje kan toch gebeuren? Kleine windje. Ja. Ik helemaal boeken lezen en shit. Koeien laten toch ook winnen? Vinden, ja. Gas. Storm is dat. Storm. Ja. Het puzzelwoord voor Lisbeth en Harry. S. Harry, slag een bal. Schaal. Oh, Harry. Een rode bal. Nee, die mag in de la. Alleen groene mogen op het display. Dat zijn de trofieballen. Maar Sjaak, ook bekend op zijn trofieballen, heeft nu de beurt voor het volgende 6 letterwoord. Oh. Aapjes. A-A-P-J-E. S. S, sorry. Aapjes. Lisbeth, je krijgt er een letter bij. Maar ik viel liep even vast, man. Achter. A-C. Oh, nee. Oh. Ja? Ja, gaat goed. H. E. Wacht, nee. Ja. T. R. Achter. Ja. Nee, het werd gecorrigeerd. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dankjewel. Nee? Acteer. A-C-T-E-E-R. Oeh. Acteur. A-C-T-E-U-R. Nou, daar komt-ie. Ja, hoor. Ja, ook dat is weer goed. Wel mooi, Sjaak, hoe jij steeds klapt als zij een woord raakt. Ja, ja, toch? Ja, netjes. Netjes. Komt-ie dan een oplossing voor het puzzelwoord van Harry en Lisbeth? We gaan het nu zien. Gabbelen. Erg. En wat we nou als wij weten? Niks niet voor zeggen. Oh. Erg. Scharrelkip? Ja. Scharrelkip. Ja. We hebben hem. Oh ja, lekker. Ja, jullie krijgen er 100 punten bij. Oh, die moeten markeren, hè? Ja, die mogen daarin, maar jullie staan daarmee. Ah, dat was een woord voor jou, Pik. Ja, ik wist het. Ik zag een scharrel, maar ik zag inderdaad niks. Ja, komt hij verder. Ja, nee, maar scharrelkip is helemaal goed. Woord goed. Jullie staan voor 200 punten daarmee. Tegenover 45 punten van Ajoep en Sjaak. Jongens, jullie staan wel een beetje achter, hè, nu? Ja, man. Maar het kan nog veranderen. Dat komt goed. Dat kan zeker. Ik hoop dat het nu gaat veranderen. Want Sjaak, jij bent aan de beurt. Mag ik beginnen? Papier. P-A-P-I-E-R. Pikant. P-I-K-A-N-T. Hoppa! Hey. Hoppa! Lekker maar gaan. Lekker maar gaan. Pikant, dat is heavy. Spicy. Lekker, Ajoep. Ja, man, heet. Ik hoor de bel van JP.
Zeker. Ik wil het hebben over het woord pikant. En dan in speciaal over Tabasco. Dat is de pikante saus van peper, azijn en zout. En dat is een geoniem. Je weet wel, een woord dat genoemd is naar een aardrijkskundige plaats. In 1870 ontdekte namelijk een Amerikaan dat je met de pepers die langs de rivier de Tabasco in Mexico groeide heel goed een pikante saus kon maken. Sindsdien heette dat Tabasco pepper sauce. Dat peppersaus hebben we er nu afgehaald. Het is gewoon Tabasco. Het is pittig als je daarmee uitschiet. Heb je plezier de volgende dag. Lekker, man. Ja, ben je er fan van Tabasco? Ja, heerlijk. Ja, beetje peper. Op oesters, ja. Vlees en zo. Ja, heerlijk, man. Oké, okay, nou, we hadden dus ook om een potje Tabasco kunnen spelen, maar het is deze trofee geworden. Het puzzelwoord voor Ayoub en Sjaak. Kijk uit voor die rode ballen, hè. Ja, ja, ja. Ga jij maar. Je hebt me gevervloekt. En? Oeh. Ah. Is nog geen oplossing voor puzzelwoord. Nee. Dus wederom is Sjaak aan de beurt. Oké. Okay. Je moet hard werken hier. Ja, ja, ja. Hey. Bring it on, bring it on. Oeh. Circus. C-I-R-C-U-S. Cement. C-E-M-E-N-T. Harry, je krijgt er een letter bij. Deze moet je weten. Camera. C-A-M. E-R-A. Yes. Huh? Kemper. Te laat. Dat is niet te laat. Ayoub. Nou, dankjewel. Kemper. C-A-M-P-E-R. En Kemper is goed. Ik dacht, de camper van het kamp. Misschien is dit wel iets wat helemaal in die straatje ligt. Dan zei ik, deze moet je weten. Ayoub en Sjaak, jullie mogen weer een bal uit de bak halen. Zet hem op. K. Oeh. Ayoub geeft aan dat het tijd is om het puzzelwoord weer weg te halen. Nou, dan gaan we doorspelen. Wederom met Sjaak. Het volgende 6 letterwoord. Ja. Radio. Nee. Rooster. R-O-O-S-T-R. Oh, nee. Nee. Dat is een eetje te weinig, Sjaak, sorry. Ja, maar anders past het niet. Dus ik begrijp wel dat je het zo speelt. Anders is het vakje te lang. Harry, je krijgt er een letter bij. Roodje. R-O-O-D-J-E. Begunst. Ik ken wel een roodje als in 1000 euro. 1000 gulden was het vroeger. Ja. 1000 gulden, ja, dat kon je schrijven als een roodje. Ja. Maar een ja, maar op een bagoens zeggen ook wel een roodje. Roodje, ja. Nee, het is helemaal goed. Ah. Wie? Jij bent... Roepen. Oh, ik dacht Harry. Nee, jij bent... Roepen. R-O-E-P-E-N. Rozen. Rooien. Ayoub, heb je al enig idee? Misschien met een letter ik ga het proberen. Oh, shit. Oké. Roeien. R-O-E-I-E-N. Wat spelen. Rommel. R-O-M-M-E-L. En rommel is goed. Lekker, man. Dat betekent, Ayoub en Sjaak, als jullie nu jullie puzzelwoord raden, nemen jullie de leiding over van Harry en Lisbeth. Oeh. Ja, ik zet de druk er even op. Daar gaan we dan. Geen rood, geen rood, geen rood, geen rood, geen rood. Ah, E. Asabi, doe rustig, Asabi. Broer, ik grijp al 10 minuten. Ja, broer. Rood, Asabi, jongen. Clown, Asabi. Rood. Circus. Roodje. Lisbeth, je hoort je. Eerlijk, hij ziet het gelijk in roodje. Shit, man. Het is een gezellige chaos aan het worden. Lisbeth, het volgende woord is voor jou. Ja, oké. Okay. Oh. Nee, het woord. Leven, L-E-V-E-N. D, levend.
Lezend. L-E-Z-E-N-D. Harry moet. Hoe Harry moet het? Leugen. L-E-U-G-E-N. Ja. Nee. En nu ben jij weer Lisbeth. Liegen. L-I-E-G-E-N. Ja. Liggen. Liggen. L-I-G-G-E-N. Nee. Linken. Linken. L-I-N-K-E-N. Likken. Linken is het niet. In de zesde beurt krijgt Ayoub de beurt en een bonusletter. Lippen. L-I-P-P-E-N. En lippen is ja, goed. Ja, had ik moeten weten. Had jij toch met die prachtige lippen Lisbeth mogen weten? Ja. Ja, die mogen er zijn. Maar nu gaan Ayoub en Sjaka met het woord vandoor. Krijgen 25 punten. En Ayoub staat in de bak. En, ja, heb ik nog rode ballen hier? Nee, nee, nu niet meer. Oké, saf chance. A. Even kijken, zo. E. Koeienfly. Ja! Ik zit te kijken. Maar je ziet toch elke dag koeien vlaaien? Ja, 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 maar ik noem het gewoon mest. Oh, ja. Ja, man. Maar dat levert jullie 100 punten op en de leiding. 245 punten hebben jullie nu in totaal. Tegenover 200 punten van Lisbeth en Harry. Die krijgen wel de beurt. Als je puzzelwoord raadt, gaat de beurt naar het andere team. Harry, jij bent aan zet en we gaan het 7-letterwoord spelen. Dus je mag openlijk overleggen met Lisbeth. Maar na één poging gaat de beurt naar Ayoub en Sjaak. En zo gaan we net zo lang heen en weer. Oké, de juiste woorden staan. Ja, is het duidelijk? Ja. Ja. Dus, Harry, dus om de beurt. Ja. Ja. Om de beurt, ja. Zwemmen. Zangeres. Nee, zwemmen. Z-A-N-G-E-R-S. Heel goed, wat je spelt, dat telt. En dan gaan we nu naar Sjaak toe. Zandkop. Z-A-N-D-K-O-P. Wat is een zandkop? Nee, ik denk wel. Iemand die in een woestijn leeft, heeft een zandkop. Ja, ik weet het niet. Het is wel Nederlands, denk ik. Dus, het is zeker Nederlands, Joep. Het is een ei waarvan de stompe punt ruwschalig is. Hey. We zijn terug aan de andere kant. Lisbeth. Zaaltje. Z-A. A-L-D-E. T-E. Nee, zaaltje. J-E, sorry. Ja. Maar zaaltje is niet goed, dus gaan we naar Ayoub. Zaad. Oeh, shit. Ja, ik wou zeggen zaagsel, maar... Ja, ik ga gewoon zeggen... Zeg wat. Zaadsel. Z-A-A-D-S-E-L. Ik ken wel... Is het Nederlands? Ja. Nee. Nee. Raadsel wel, maar zaadsel helaas. Ja, nee, ik dacht shit, man. Harry, je krijgt de beurt en een letter erbij. Misschien helpt dat. Zaadcel. Oh. Ja. Z-A-A-D-C-E-L. En weet je... Tuurlijk. Zaadcel is goed. Ik was de snelste, hè? Ja. 50 punten erbij. Lisbeth en Harry, als jullie het puzzelwoord raden... Dan zijn jullie de finalisten. Als jullie twee groene ballen pakken, dan staat het gelijk. Dus het kan nog alle kanten op. Maar hier is jullie puzzelwoord. Pak een bal. E. Een groene bal. Kijk. En Harry mag nog een bal pakken. Hier staat nog maar 10 punten achter. E. Nee, die speetje mag niet meer. Oh, mag niet meer. Het woord dat wij zochten had moeten zijn? Middelvinger. Ik zat middenrif, midden. Ja, dat betekent dat we een eindstand hebben. Die ligt akelig dicht bij elkaar. 235 punten voor Lisbeth en Harry. En 245 punten voor Ayoub en Sjaak. Lisbeth en Harry, jullie waren zo dichtbij. Oh, ik vind dat het goed hebben gedaan. Hè? Oh, we zitten in de finale. Ja. Ja, jullie zitten in de finale. Oh, shit. Oh, hey. Okay. Niet goed? Ik dacht, we gaan nog lekker door. Ik dacht ook, we zijn een beetje op het We gaan nu pas beginnen. Dan moet je nu nog een paar rondjes doen. Nog een keer terugkomen, dan zit je er helemaal lekker in. Maar jullie gaan wel naar huis natuurlijk met een paar sokken. Harry, al jouw kleding past dit. Top. Ja, dankjewel. Hangen we erbij. Jullie bedankt. Succes. En Sjaak, spelen wij de finale. Oeh, dankjewel, dankjewel.
Ayoub en Sjaak, hoe je in de finale komt, met welk puntenverschil, maakt niet uit. En 10 punten meer is gewoon genoeg. 245 punten, die hebben jullie al voor het klassement. Maar we gaan kijken of we er meer van kunnen maken. Okay. Ja, zeker. Dus krijgen jullie 2,5 minuten tijd om zoveel mogelijk woorden goed te raden. En hoe meer woorden je goed raadt, hoe meer ballen je uit de bak mag halen. Okay. Hoe groter de kans op lingo? 2500 punten. Oeh. Maar we hebben ook deze, de gouden bal, en die is 1000 punten waard. Zo. Als je die pakt, dan mag je, maar dat hoeft niet, stoppen en zeggen, we gaan niet verder voor lingo, we pakken 1000 punten. Maar hoezo? Maar je kan toch verder voor meer punten? Ja, dat kan. Maar dan zeg je, ik laat die 1000 gegarandeerd liggen. Oh, no! Mag niet uit, mag. Nee, kijk. Dus als we die hebben gepakt, moeten we niet verder spelen. Nee, we gaan gewoon door. Tenzij nee, broer. Want als je geen lingo hebt, heb je maar die zielige 200 dan punten. Dan hebben we een leuk dagje gehad. Zullen we eerst wachten of jullie hem pakken? Dan kun je daarna deze ja, zo maar. Ayoub, stop jij deze in de bak, alsjeblieft? Moet ik... Ja, een beetje rustig en zo. En Sjaak, jij mag beginnen in deze finale. Okay. Ja, we spelen 6 letterwoorden in de finale en de tijd gaat in zodra je de eerste opgave ziet. Okay. Zijn jullie klaar voor? Een beetje warm, ja. Let's go. Ja. Doe okay. Die hoedje weg. Ja, doe jij let's hoedje go. Let's go. Heel veel succes. Heel leuk, daar staat het. Eieren. E-I-E-R-E-N. Eiland. E-I-L-A-N-D. Kan. Oh, wat eerst... mooi! Sjaak, we gaan door. Ja, zanger. Zanger. Z-A-N-G-E-R. Zingen. Z-I-N-G-E-N. Klein overlegje. En zingen is woord nummer 2. Sjaak, we gaan meteen door. Geiten. G-E-I-T-E-N. Een geitje. G-E-I-T-J-E. Jongens, jullie gaan als een malle. Heel goed. Sjaak. Mocht ik dat zeggen? Aardbol. A-A-R-D... Tje. Doe maar je. Aarden. Aarden. A-A-R-D-E-N. Oeh. Aardje. A-A-R-D-J-E. Aardig. A-A-R-D-I-G. Dat zal dan toch wel? Oh ja. Ja, woord nummer 4. Ayoub. Filler. F-I-L-L-E-R. Filmen. F-I-L-M-E-N. Nog ruim een minuut op de klok. En filmen is woord nummer 5. Ayoub. Babbel. B-A-B-B-E-L. Wauw, Ayoub, lekker. Broeder. Sjaak. Hogen. H-O-O-G-E-N. Dat is niet goed. Dank nee. Honger. H-O-N-G-E-R. Hangen. H-A-N-G-E-N. Pas. Hingen. H-I-N-G-E-N. Welk woord zocht wij hier dan? Hengst. Ja, zoals dat hier al geweest. Ayoub, nog een paar seconden. Poepje. P-O-E-P-J-E. Ja, de tijd wint. Politie. Dan ook. Oh, Passie. Maar jongens, wat een goede finale. 6 woorden. Ja, hè? Ja, dat is gewoon, dat is echt prachtig. Ja, netjes, ja. Dat betekent ook 6 kansen om tot lingo te komen. Ja. We gaan het zien. We gaan het zeker nu zien. We pakken de lingo-kaart erbij. Bal nummer 28. Oh, 28. Je gaat hem gelijk pakken, ik zie het. Hey! Oh, shit! Lekker wakker, lekker wakker. Stop! We gaan eruit! Geef me die beker! Relax. Deze is 1000 punten waard. Ja, maar rustig, deze telt rustig, niet rustig. Als gepakte bal. Dus jullie kunnen ook nog doorgaan. En we kunnen meer vinden. We pakken nog 6 ballen. En daar zit hij misschien wel tussen die 28. Ja. Jij moet samen beslissen. Ja. Hey, 6 is veel, hè? Oké, maar wat als ik 28 heb, hoeveel punten heb ik dan gewonnen? 2500. Oeh, nu heb je er 1000. Ja, 1000, ja. Dus je kunt nog 2,5 keer zoveel verdienen. Ja, broer, ik weet niet, man. Ik heb geleerd om tevreden te zijn met wat je hebt, man. Alles is een mix. Het is ook mooi. Het is ook mooi. Het is 2 jaar. Steen, papier, schaar. Als ik win,
is goed. Gaan we stoppen als jij wint? Steen, buurt, ga. Loes, zullen we de hand voorgaan? Oké, okay, jij mag nog als eerste bal pakken. Shit. Gaan we gelijk 28, LSR. 28, my friend, 28, you got this. Nee, het is 22. Nog 5 te gaan. Ik hoop dat dit een goede beslissing was, jongens. Want dan staan jullie meteen super hoog in het klassement. Ja, daarom. Hoog kan je bijna niet. De tweede bal is bal nummer 37. Net ernaast. Kom op, Ayu. Hij heeft een geconcentreerde blik. Het is bal nummer 59. Jezus. Borroer, man. Brouwski, oké. Nog 3 te gaan. Nog 3 te gaan. De hoed gaat weer af. De hoed gaat op. De hoed gaat af. De volgende bal. Nee, is bal nummer 70. Wow. Je gaat er gewoon die nee, maar te halen. Nee, maar grap, hoor. Komt goed, goed. Ja. De ene laatste bal is bal nummer 51. Wauw. Oké, weet je wat? Nou. Hele hoofd. Pak hem, Sjaak. Bal nummer 28. De laatste bal. Ja, doei. Het is bal nummer 54. Jongens. Maar 28-43, jammer. Jullie konden naar huis met 2500 punten. Jullie konden gegarandeerd naar huis met 1000 punten. En nu zijn het 245 punten geworden. Is dat goed? Dat was leuk toch, broer? Wat met jou dan? Het was heel leuk. Zullen we even kijken naar het klassement? Jullie zijn de eerste, maar jullie staan nu wel bovenaan. Ja. Top. Zo is het ook. Ja, wat leuk. Top. 245 punten. Kijk mee, Ayoub en Sjaak. Misschien is het wel genoeg. Jij baalt even van die gouden, man. Ja, man, broer. Ja. Helemaal gepakt, helemaal bijgedaan, alles. Dat is toch leuk, man. Broer, daar komt 1250. Weet je wat toch leuker was? Als we deze hadden gepakt en nog die 28 erbij. Dat kan niet. Kan, broer. Alles we hadden eigenlijk wel die 25, dat is eigenlijk de 28. Of 28, ja. Maar dat is oké. Je gaat nog heel lang discussiëren, denk je. Ja, jongens, dank dat jullie er waren. Jullie hebben fantastisch gespeeld. En wie weet is het genoeg en gaat die beker met jullie mee naar huis. En dan kom ik hem persoonlijk brengen. Top. Volgende keer zijn we er weer met 4 nieuwe kandidaten die hier spelen in het fantastische programma Vrienden van Lingo. Heel graag, tot dan. Dag!